De oppositie heeft in het politiek bestel een bepaalde functie, zo ook de coalitie. Dat zegt Melvin Bouva, de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Hij reageert hiermee op kritieken als zou de coalitie een verlengstuk van de regering zijn. VHP-parlementariër Krishna Mathura heeft onlangs in een lezing van de kenniskring aangegeven dat de coalitie een instrument van de regering is. Bouva benadrukt dat in het politiek bestel van Suriname en overal de coalitie de regering kritisch behoort te ondersteunen. Waar is dus de checks en balances van instituten? Wat beoogd wordt met een rechtsstaat, een democratische rechtsstaat. Ik ga twee voorbeelden noemen, de wet op de terugroep, terugroepwet en de wet op de staatsschuld. Waar die aangepast zijn om eigenlijk de zittende regering tegemoet te komen. Dus waar je ziet dat in plaats dat je toetst het handelen van de regering op basis van bestaande wetten, zie je dat daar wat die wet dreigt overtreden te worden, wordt die wet door de meerderheid in het parlement aangepast om die regering tegemoet te komen. Een regering vindt zijn basis op basis van het aantal zetels in het parlement. Is het aantal zetels een minderheid, dan is er geen basis, dan valt die regering. Is het een meerderheid, dan is dat een coalitie die de regering draagt. Dus het is op zich niet anders, het is nooit anders geweest. Ten tijde van mevrouw Mathura, de VHP en het Nieuw Front, is het niet anders geweest. Ik geloof dan juist dat de situatie misschien erger was, maar ik ga daar een politieke uitspraak over doen. Dat is nodig verleden, maar de tijd voor de politiek laten we aan de tijd van de politiek over. Nu is het zo dat de coalitie, het parlement, er alles aan doet om de regering goed en kritisch te begeleiden, zeker in de tijd van crisis. Ja, ja. Maar u zegt politiek, want we hebben begrepen dat die verkiezingstrein al gestart is. Het is vroeg gestart, daar lijkt het op. Bij sommige partijen, bij andere partijen, zeker de partij van waar ik kom, de NDP, weten we dat we nu regeringsverantwoordelijkheid hebben. We proberen vanuit die verantwoordelijkheid te doen wat we nu niet kunnen nalaten. Tot zover Melvin Bouva, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. En daarvoor parlementariër Krishna Mathura. Volgens Bouva doet de NDP iets heel uitdagends, namelijk het land leiden in een tijd van crisis. De regering richt zich nu op het oplossen van bepaalde vraagstukken zoals onderwijs, gezondheidszorg, huizenbouw en veiligheid, benadrukt Bouva. Deze zaken genieten volgens hem prioriteit.